Dit is de Tot de Kern Podcast, waarin wij tot de kern gaan van wat belangrijk is. Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tot de Kern. De podcast van Club Next. En vandaag is het onze jubileum uitzending, want dit is onze tiende aflevering. En uh, daar hebben we een bijpassend thema voor, en dat is namelijk burn-outs. Want na zoveel podcastopnames, ja, dan, uh, dan schiet je soms ook in een burn-out. Er worden veel grapjes over gemaakt, maar vandaag gaan we het er wel serieus over hebben. En daar heb ik uh, twee hele fijne gasten weer bij uitgenodigd. En uh, die stellen we graag even aan jullie voor. Dan begin ik aan deze kant. Zou jij jezelf willen voorstellen? Tuurlijk. Mijn naam is Larissa Remmelsvaal. Ik ben 29 jaar oud en ik kom uit Almere. In het dagelijkse leven doe ik aan uh, sport, veel sporten. Eigenlijk ook natuurlijk om mijn tijd in te vullen. En ja, daarvoor deed ik autoverhuur. Maar ik zit nu in een burn-out. Daarom zit oh. ik ook hier om daar wat meer over te vertellen. Ja, fijn dat je er bent. Nee. En aan de andere kant hebben we. Mark Jutte. Ik uh, ben eigenaar van uh, bedrijf Instatera. En wij zijn specialist in het op het gebied van burn-out en stressmanagement. En wij begeleiden eigenlijk dagelijks mensen in heel Nederland met stress- en burn-out klachten. Um, dat doe ik zelf ook nog. Dat vind ik het leukste deel van mijn vak. Ja. Uh, en daarnaast ben ik. Uh, Ervaringsdeskundige. Ik heb twee keer zelf een heftige burn-out meegemaakt. Dat is ook de reden waarom ik uiteindelijk mensen ben gaan begeleiden met, uh, met burn-out klachten. Yes. En dit bedrijf heb opgezet. Um, ik ben uh, inmiddels 55 jaar en uh, vader van een samengesteld gezin met drie kids. Nou, wat fijn. Uh, we beginnen altijd onze uh, aflevering met de Raddraaiers. Dat is een groot rad met allemaal geluidsfragmenten. Mm -hmm. Dan komt er uh, één geluidsfragment uit en daar gaan we naar luisteren. En vanuit daar beginnen we ons gesprek. Dus ik wil vragen om een, uh, een slinger aan het rad te geven. De Raddraaiers. Ik moet, ik moet binnen een plaatje passen. En ik moet elke dag naar school. En ik, en ik moet van alles. Ik moet mijn rekeningen betalen. Ik moet alles doen. Ik werd als de schande van de familie neergezet. En ik zou er niet toe doen en ik moest maar wat van mijn leven gaan maken. Dan voel je een soort mislukkeling. De vader van mijn vader was een bankdirecteur, dus hoog opgeleid. Mijn vader zelf is een bankmedewerker. En de zus van mijn pa, die is directielid van een ziekenhuis. En ja, haar zoon studeerde allemaal, allemaal op de universiteit bezig. Dat werd ook voor mij verwacht. Mijn vader kwam eigenlijk, nou ja, de, dus de pre prestatiedruk. En hij ja, had daarbij de horende vechtpartijen en ellende. Oké. Okay. Nou, ze dus horen iemand die eigenlijk vanuit een soort enorme prestatiedruk vanuit buitenaf uh, nogal veel stress ervaart. Um, ja, laten we bij Mark beginnen. Want je had het al over, we begeleiden mensen die uh, in een burn-out zitten. Op wat voor manier begeleiden jullie mensen? Wij begeleiden ze eigenlijk op twee stukken. Eerst is het herstel van hun klachten. Um, Alyssa zal er misschien zo meteen wel wat meer over vertellen, maar je hebt hele heftige klachten, functioneren lukt niet meer, uh, ontzender vermoeidheid, overprikkeldheid, uh, slecht slapen, nou, dat soort dingen. Mm -hmm. uh, daar ligt in het begin de focus op. Maar uiteindelijk gaan we natuurlijk ook kijken wat heeft die burn-out nou veroorzaakt. En dat zit hem voor een deel in omstandigheden of op werk uh, of op thuisvlak. Uh, mantelzorg, uh, zieke partner, et cetera, kan van ja. alles zijn, allerlei live events. Maar je neemt altijd en overal jezelf mee. En de manier waarop jij naar jezelf en naar de wereld kijkt, en de overtuigingen die je daarbij hebt, die zijn eigenlijk het belangrijkste om een vervolg van een burn-out te voorkomen. Ja. En daar richten we ons in het tweede gedeelte heel erg op. En het laatste stukje: als het weer goed gaat, zeg ik altijd. Dan moet je uit gaan kijken. En dan moet je zorgen dat het goed blijft gaan. Ja. En dan willen we ook mensen wat minder frequent, maar nog af en toe blijven zien. Ja. En jullie doen dat dan in de vorm van coachingsessies of ja. Um, ja. Ja, het zijn altijd coachingsessies buiten. Um, buiten doet sowieso iets met je, buitenlucht, natuur. Uh, en dan scheelt het natuurlijk weer of je in het centrum van Amsterdam een rondje gaat wandelen, of dat je op de Veluwe gaat wandelen, ja. maar buiten doet gewoon iets met je. Bewegen is heel belangrijk. Of je nou een depressie hebt of een burn-out en moe bent, dat is ook heel belangrijk. Aanmaningstherapie, dat is eigenlijk de fysieke componenten. Um, maar we werken ook heel erg met. Uh, een psycholoog werkt heel erg met cognitieve therapie. Hij gaat dus vooral analyseren. Um, welke gedachten heb je, welk gedrag vertoon je, waar komt dat vandaan. Maar dat blijft een cognitief proces. Ja. Terwijl de meeste mensen, en je wordt het ook levensnet in het fragment. Ik moet, ik moet, het zijn allerlei gedachten. Ja. Dus mensen zitten al heel erg in hun hoofd. En wat wij doen, is dat we ze eigenlijk uitlokken in fysieke oefeningen. Om bepaald gedrag te vertonen en dan gaan ze eigenlijk voelen waarom ze iets doen en wat het met ze doet. Ja. En um, dat geeft eigenlijk heel veel inzicht en dat zorgt ervoor dat zij dichter bij de kern komen en ook makkelijker uiteindelijk kunnen veranderen. Ja, dus meer vanuit de praktijk. Ja, en echt ervarings- en, en lichaamsgericht uh, werken. Ja. Als ik in één keer, um, wij zitten nu op een meter van elkaar, mm -hmm. maar als ik in één keer vlak naast jou kom zitten, dan gebeurt er iets tussen ons. En dat wordt heel ongemakkelijk. En de vraag is dan, wat doe jij? He? Of wat doe ik? Ja. En ga je dan je grenzen aangeven? Um, of accepteer je het? Nou, en in zo'n klein voorbeeldje zie je eigenlijk al meteen het gedrag terug van mensen. Ja. En dat is eigenlijk wat ze op de werkvloer of thuis ook laten zien. Moeite hebben met je eigen grenzen aangeven bijvoorbeeld. Ja. Ja, want wij hadden het net al even over. Want uh, Larissa, jij zit nu nog midden in een burn-out. Zou je ons even mee kunnen nemen naar uh, het moment voordat jij dus uh, in de burn-out uh, bent beland? Ja, dat uh, kan ik inderdaad. Um, ik was natuurlijk heel ja, sportief en ik deed mijn dingen en ik merkte ook um, ja, dat ik steeds vermoeider werd. Ik kon weinig hebben, maar daar linkte ik niet aan, aan een burn-out. Um, ik heb ook echt een prestatiedrang. Ik wil, ja, ben een beetje perfectionistisch. Ja. En dat heeft natuurlijk ook ja, eigenlijk ja, aan de burn out En, en uh, dat perfectionisme kwam dat dan meer vanuit jezelf? Of voelde je ook vanuit bijvoorbeeld of school of vanuit familie ook? Het was eigenlijk meer vanuit mezelf. Ik heb ook uh, best wel een moeilijke jeugd gehad. Um, vaak verhuizen, niet alleen bij mijn ouders gewoond. En ik wilde eigenlijk mijn ouders ook trots maken van... ik wil ze laten zien dat ondanks mijn verleden... dat ik er toch nog bovenop kan komen... en dat ik ook veel kan presteren... en ook kan laten zien wat ik wel in mijn mars heb. Ja. Dus dat is ook wel een prestatiedrang die er ook mee heeft geholpen. Ja, en, en toen, wat, wat gebeurde er dus? Hè? Je, je was dus op je werk, je ja. liep steeds hoger op. Wat, wat gebeurde er uiteindelijk? Um, totdat ik echt um, uitviel naar mijn collega's, zelfs naar mijn manager. Ik werd emotioneel, kon geen kritiek aan. Uh, wanneer ik kritiek kreeg, uh, ja, borst ik in tranen. En toen dacht ik nou, eh, laat maar zitten, ik heb er helemaal geen zin meer in. Ja. En ja, ik had ook een keer dat ik echt in slaap viel op mijn werk, omdat het zo uh, hoog zat. Ja, Zonder. En heb je toen jezelf ziek gemeld of heeft toen op een gegeven moment dus je manager gezegd van uh, blijf jij even een week thuis? De supervisor en de manager die hebben besloten om uh, te zeggen van ga maar nu naar huis. Ja. Want dit gaat zo niet, want als je het al bij ons doet, dan kun je het ook zo bij een klant doen. En dat ja. willen we voorkomen. Ja, en wat voor besef geeft dat? Want ik denk dat het is nog heftiger dan als je zelf het besluit neemt van hè, dingen lopen toch op. Maar dat is op een gegeven moment dus je manager zegt van... Zo gaat het niet. Wat... Ja, het was. Ik kon het eerste in instantie niet accepteren. En ik dacht: van ja, waarom nou? Van ik heb zoveel. Ja, ik heb zo mijn best gedaan. om alles op orde te krijgen. En ik wil niet dat dit zo moet afsluiten. Zo moet eindigen. En ik heb er ook wel echt mee gezeten. Het zat zo hoog. dat ik ook. Uh, echt. in depressie terechtkwam. Ja, dus. En. Uh... Toen, toen je dus naar huis bent, ben je toen gelijk hulp gaan zoeken? Ben je toen uh, naar de huisarts gegaan of werd er vanuit je werkgever iets geregeld? Ja, ik moest naar een arboarts, um, want zij wilde kijken van hoe en wat en mm -hmm. waarom eigenlijk al die emotionele dingen uh, ja, zeg maar, te sprake kwam bij mij. En toen ben ik eigenlijk naar een arboarts geweest en die heeft dus met mij gekeken van wat zijn de klachten. En past dat bij een burn-out. En die kwam best wel snel met de conclusie dat het echt een burn-out is vanwege al die klachten waarmee ik liep. Ja. Maar het is echt een sluipmoordenaar. En, en je linkt het ook niet echt aan een burn-out. Ja. Dus het was ook wel best wel moeilijk om daar zeg maar, aan te denken van hey, ik heb een burn-out. Ja. En, en had je hier, als je nu terugkijkt, bijvoorbeeld langer geleden ook al last van toen je bijvoorbeeld op school ja. zat, dat eigenlijk je toen al langzamerhand in een soort uh, spiraal naar beneden ging? Uh, ja, uh, want dat merk van ik kon al weinig tegen kritiek en het heeft ook een beetje met mezelf te maken. Ik kon ook niet echt nee zeggen. Ik zei tegen iedereen ja is goed en uh, ik accepteerde alles en ja. ja dat heeft eigenlijk ook dat speelt ook eigenlijk best wel een grote rol wat Mark ook zei van durf uh, dingen te zeggen van nee het gaat niet, ik wil het niet. Ja. En uh, ja, dat is bij mij echt een ding. En dat is ook de reden dat ik hier zit ja. en natuurlijk. Er is ook een groot verschil. Jij zegt terecht jouw vraag, heb je het aanzien komen, was het al langer. Een burn-out bouw je echt op over ja. een hele lange tijd, ja. omdat je eigenlijk niet goed voor jezelf zorgt. Ja. En tegenwoordig noemen we alles burn-out. Um, maar een overspannenheid bouw je eigenlijk. Kortom, omdat het of op het werk heel druk is, of omdat er privé heel veel gebeurt. Maar dat heeft een aanloop van ongeveer een half jaar. Ja. En dan als je zes weken eruit bent, dan kun je vaak wel weer herstellen. Dat is echt ja. kortdurend. Mm -hmm. Bij een burn-out zit het echt veel dieper. Omdat ja. ook patronen die jij ook beschrijft, die heel graag ja. goed willen doen, moeite hebben met grenzen. Eigenlijk ben je je hele leven al aan het ja. vechten en niet zo goed ja. voor jezelf aan het zorgen. Uh, en daarom duurt een burn-out ook langer om te herstellen, omdat die ook een veel langere aanloop heeft. Nou, ja, en mm -hmm. we zien de laatste jaren steeds meer dat ook al onder studenten of mensen die echt net twee jaar uh, uh, in het ja. werkveld zitten al in een burn-out terechtkomen. Is dat iets omdat we er nu ook veel bewuster van zijn van mentale gezondheid of omdat dat ook echt door maatschappelijke verandering komt, waardoor jonge mensen sneller in een burn-out terechtkomen? Um, nou, je zegt terecht, het gebeurt steeds jonger. Um, ik heb Twee keer een burn-out gehad. De eerste keer was ik nog geen 35, maar toen zeiden ze, nou, je bent jong. Ja. Nou, tegenwoordig, als je op je 35e burn-out krijgt, dan is dat laat. Halfweg um, 20 is geen uitzondering. Ja. En precies wat je zegt, of tijdens studio of in een eerste baan. En ja, dat heeft een aantal oorzaken. Um, maar eentje wat daar, die erbij komt um, en heel erg van deze tijd is, is het feit dat social media, wij staan eigenlijk altijd aan. Um, en nou ja, 20, 30 jaar geleden waren er geen mobiele telefoons. Ja. Um, Speelden kinderen buiten. Tegenwoordig zitten alle kinderen op de fiets met hun mobieltje voor hun neus. Komen ze thuis. Ik zie thuis bij mijn twee kinderen zelfs, zelfs als we iets op de televisie kijken en er is even reclame, dan hup, dan gaat het mobieltje ja. weer. Um, en dat doen we natuurlijk allemaal steeds meer. Maar vooral de jeugd kan eigenlijk niet meer zonder. En, het is voor onze hersenen zo belangrijk om ook af en toe, los van wat Rissa net vertelde, hè, je eigen eigenschappen. Wij hebben af en toe uit te staan. Want als je altijd aanstaat, kunnen je hersenen niks verwerken, is geen rust. Ja. En lummelen, even niks doen, bakje koffie of thee pakken en voor je uit zitten te kijken, vinden we natuurlijk niet nuttig, hè, dan ben je lui. Mm. En ja. Maar het is zo belangrijk. En vooral het feit dat je altijd aanstaat, altijd bereikbaar bent, speelt denk ik een belangrijke rol. Plus dat er een soort wereld gecreëerd wordt. Waarin iedereen alleen maar post wat succesvol is. Ja. En um, jonge mensen ook het idee hebben: daar moet ik aan voldoen en ik moet mee. Ja. En dan moet je op alle gebieden presteren. Um, en dat zijn twee extra factoren, denk ik, die er de laatste jaren bij zijn ja. gekomen. Herken jij dat? Ja, ik, ik wil het ook zeggen. Ja, ik herken mezelf ook in uh, Instagram. Um, ja, dan zie je natuurlijk mensen die het goed ja, ver hebben geschopt. Uh, eigen bedrijf, et cetera, uh, goede opleiding. En omdat ik daar ook naar ging kijken, dacht ik van... ja, waarom hebben zij wel een eigen bedrijf... of hebben zij wel die drive ge ge gehad om dat te kunnen ja, presteren en ik niet? Ja. En toen dacht ik van, dan ga je weer malen in je hoofd van... hoe kan ik het ook zo ver schoppen? En inderdaad, dan gaat je hersenen, die <coughs> krijgt geen rust, die zit alleen maar te draaien, te draaien, te draaien. Ja. Dus daar kan ik me wel eigenlijk in vinden, inderdaad. Ja. En het is uiteindelijk ook zeg ik, um, als je geen rust vindt, stress is heel gezond hè, kunnen we goed functioneren, uh, zorgt ervoor dat jij hier gewoon scherpe vragen kunt, uh, kunt stellen. Mm -hmm. Maar na stress moet je ook weer die stress los kunnen laten, moet je kunnen herstellen. Ja. En dat gebeurt eigenlijk tegenwoordig niet meer. Topsporters. Um, Presteren heel hard, maar rust ook heel hard. Ja. Maar iedereen die werkt, werkt wel heel hard tegenwoordig, maar rust eigenlijk. Te niet. weinig rust. Ja, ja ik, ik begeleid een aantal mensen uh, die keihard werken, heel succesvol zijn, maar zichzelf voorbij lopen omdat er, ja. het zowel topsportbedrijven, maar niet de rust, ja. Uh, pakken. Ja, nou, ik, maar dat vraag ik me ook wel af. Tegenwoordig werken ook steeds meer mensen als ZZP'ers, is ook gewoon een, een grote verandering in, in gewoon het, hele, het hele arbeidssysteem eigenlijk. En dan, ja, dan heb je soms van, ik heb geen tijd voor rust... want ik moet gewoon nog opdrachten binnenhalen... want anders red ik het financieel gewoon niet. Dus ik denk, dat speelt ook wel mee van dat je dan makkelijk kan zeggen... van ja, je hebt rust nodig, maar ja, als je dan je huur niet kan betalen... of in financiële problemen komt... ja, dan stel je die rust toch maar even uit, denk ik. Ik denk dat dat ook wel iets is wat meespeelt in, in, in deze tijd... van vaste contracten en dingen, dat gebeurt steeds minder... He, wat, wat jij, jij zei het net ook even in het voorgesprek: even over he, je zit op je, je moet een vast contract. En ja, dat gebeurt tegenwoordig gewoon steeds minder. Dan word je er gewoon uitgekikt. En dat levert ook gewoon allemaal weer extra stress op. Ja, Je gaat natuurlijk malen van hoe moet ik mijn rekeningen betalen. Uh, alles wordt ook duurder. Dus kijk, nu zit ik in een burn-out. Uh, nu zit ik ook zonder werk. Vanwege ja. de burn-out. En dan denk ik van ja, uh, een uitkering. Dat is natuurlijk fijn dat je dat kan krijgen. Maar. Het, lost, het is eigenlijk een extra probleem. Want je kan net je eigen dingen betalen, je eigen rekeningen. Maar ja, om een beetje te kunnen ontspannen, wil je natuurlijk ook wat leuks doen. En eigenlijk link je dat ook natuurlijk met: ja, alles kost geld. Ja. Dus dan ga je ook dan zit je weer thuis van: ja, ik wil toch wat leuks doen. Ja. Wat kan ik doen om een beetje: ja, dat het een beetje in mijn kostenplaatje past? Ja. Dus dat is ook weer een extra stressfactor. Factor. Yeah. factor Ja. Nou, en ik denk dat speelt ook bij studenten mee, steeds meer dat um, uh, met het, het leenstelsel en dingen van dat je te, zo min mogelijk studievertraging wil oplopen en dus maar doorgaat. Want ja, als je een jaar extra studeert, dat kost je gewoon weer uh, mm. nou, makkelijk 10.000 euro. Dus ja, dat wil je allemaal voorkomen. Uh, begeleid je ook uh, studenten of wordt jullie puur ingezet in bedrijven? Nee, ik denk dat wel 85% betaald wordt door bedrijven, mensen die in loondienst zijn. Mm -hmm. We um, werken ook veel voor arboediensten. Die werken natuurlijk weer voor bedrijven. Ja. Maar soms vinden ook uh, studenten ons of uh, ouders van uh, studenten, die bellen ons op: van Ju, kunnen jullie mijn uh, zoon of dochter begeleiden. Ja. En dat doen we wel. Um, ik vind het ook heel leuk om hele jonge mensen te begeleiden. Want ja, weet je, die veranderen over het algemeen sneller. En die kunnen, hebben daar de rest van hun leven nog wat aan. Uh, maar dat is ongeveer denk ik 15% of zo ja. van. Uh, en, en, je zegt, en ze, ze, ze veranderen sneller. Zijn er andere grote verschillen wat je merkt bij mensen die nog studeren? Um, Ook bijvoorbeeld in klachten of in uh, dingen waar zij tegenaan lopen vergeleken met mensen die al aan het werk zijn? Nee, Klachten zijn wel vergelijkbaar. Maar iedere leeftijdscategorie heeft eigenlijk zijn eigen oorzaken um, waarom ze in een burn-out kunnen komen. Mm -hmm. Sommige mensen komen wel goed door hun studie heen, hebben dan een goede baan en vallen hun eerste baan om. Sommige mensen redden het ook nog in die baan, maar krijgen problemen zodra ze echt in de spits van hun leven komen als ze kinderen krijgen. Twee banen en de kinderen en alles verdelen. Ja. Um, dus je ziet het eigenlijk in iedere leeftijdscategorie, zie je wel specifieke kenmerken. Ja, jij vertelde net al van, uh, je zit er nu eigenlijk nog middenin. Ja, klopt. En uh, je, je wil eigenlijk alweer gaan. Reïntegreerd, daar ben je naar aan het kijken omdat je aangaf ja. van mentaal, word ik gewoon ja, een gek thuis. Klopt, want uh, als je alleen maar thuis zit, dan, dan denk je alleen maar aan de negatieve dingen en je wilt natuurlijk wat positiviteit in je leven. Um, mijn leven zag eigenlijk als volgt uit: ik um, ja, werd af en toe natuurlijk wakker om de twee uur omdat ik niet goed kon slapen, dus mijn slaapritme was ook niet in orde. Um, ik wilde het liefst zo laat mogelijk uit mijn bed, omdat dan Bijna de dag voorbij was. Dus dan kan je denken aan 12 uur, 1 uur middags. Um, ik sport graag. Dus dan ging ik even sporten, twee uur. Zelfs als mijn lichaam al aangaf: ik kan gewoon niet meer. En dan is het eten en dan slapen. En het ja. liefst zoveel mogelijk slapen. En totdat de volgende dag weer was. Ja, dus. Um... En uh, nou ja, je zei zeiden dus zelf van: hè, zoveel mogelijk slapen. Want je moet ook op een gegeven moment dus je dagen wel weer iets doen, want Mark, als mensen thuis komen te zitten, um, ja aan de ene kant wil je veel rusten, maar je wil ook wel iets doen, want he, de, anders word je ook gewoon als je de ene Netflix serie naar de andere kijkt, word je ook niet een veel gelukkiger mens van. Als je, oh, oh, als je van, kunt kijken, is, nou ja, bijvoorbeeld, ja. Van, ik ben heel erg overprikkeld, dus Precies. soms kunnen mensen ook geen eens televisie kijken, muziek ja. luisteren. Um, maar wat wel heel belangrijk is, Larissa zei, ik blijf ja. het liefst zo lang mogelijk in mijn bed. Ritme. Is heel belangrijk. Dus wel bij opstaan, weet opstaan. Dat hoeft dan niet om zeven uur, maar wel uiterlijk om bijvoorbeeld om half negen. Vaste tijden naar bed, zodat je je slaapwaakritme gewoon houdt. Anders raakt je hele uh, hormoonbalans ook zeg maar, verstoord. Mm -hmm. um, en inderdaad, op de bank liggen de hele dag of alleen maar thuis zitten, wordt ook niemand beter van. Nee. Met werken, bedrijfsartsen en huisartsen zijn ook heel erg veranderd. Hè. In het begin was het gewoon lang thuis zitten en het eigenlijk uitzingen. Tegenwoordig is iedereen er eigenlijk wel van overtuigd dat. Weer werken, meedoen in het arbeidsproces, onderdeel is zeg maar van je herstel. Ja. Alleen je moet dat, en daar begeleiden wij mensen in, heel goed doseren. Ja. Als Larissa morgen halve dagen moet gaan werken, vijf dagen in de week, is dat denk ik te veel. Maar je kunt wel beginnen met twee keer in de week, een uurtje naar kantoor. En dat heel langzaam uitbouwen, want dat zorgt voor ritme, zorgt voor structuur. Je voelt je weer nuttig, je voelt je daar dan minder somber. Dus dat helpt je ook bij je herstel, ja. maar je moet wel heel erg doseren. Bewegen wat jij doet is heel goed... Maar ook dat moet je doseren. Ik weet nog ooit, toen ik in burn-out had, dacht ik: zolang ik nog 10 kilometer kan lopen, ben ik ja. niet burn-out. Maar ja. je, je plicht zo'n roofbouw op jezelf en je wil niet toegeven. Precies, En dat raakt ook me ook net wat jij wat jij zei. Um, en jij zei ook: okay, die werkgever stuurt je dan naar huis. Ja, mensen voelen het als falen. Uh, als ze thuis komen te zitten, dan zijn ze slap, zijn ze zwak. Uh, dat zijn ze helemaal niet, want ze hebben eigenlijk veel te lang hard gewerkt. Um, en daardoor zijn ze uitgevallen. Heb jij zelf aan de bel getrokken de eerste keer? Of. Ben nee, bij mij was het uiteindelijk thuis dat ze zei: nu ben ik er helemaal klaar mee. Want ik slikte slaapmedicatie. Mm -hmm. En nog sliep ik haast niet, maar ik ging maar naar mijn werk en ik ging maar door. Ja. En dat is een van de eigenschappen, vaak ook natuurlijk van mensen met burn-out graag anderen willen pleasen, heel graag goed willen doen. Uh, doorzettingsvermogen, prestatiedrang. Het zijn allemaal kwaliteiten die. Mensen eigenlijk hele goede medewerkers maken. Ik heb een paar hele grote klanten die voor ons, waar wij voor werken, ja, die hebben allemaal fantastische mensen, voor, ook voor ons om mee te werken. Ja. Maar ze hebben wel karaktereigenschappen die hun kwaliteit kunnen zijn. Mm -hmm. Maar als je bepaalde overtuigingen hebt die tegenwerken, of omdat je in je jeugd dingen hebt meegemaakt, dan kunnen het ook je levensgrote vuilkuilen worden. Dingen gaan goed willen doen is goed, maar perfectionisme eh, zorgt ervoor dat je uiteindelijk te veel druk op dingen legt. Ja. Um, verantwoordelijkheidsgevoel is niks mis mee, maar als je je voor alles verantwoordelijk voelt, dan uh, draag je, uh, hey, net zoals Atlas, de uh, wereld op je schouders. Ja. En dat zijn uiteindelijk allemaal eigenschappen die voor je werken, maar ook heel hard tegen je kunnen werken. Ja. En je zei dus, ik ben twee keer uh, in een burn-out gekomen. Hoe ging het dan de tweede keer? Want merk je toen, hè, want dat zeiden, het is een sluipmoordenaar, dus de ja. tweede keer is het je... Precies weer overkomen of is dat wel heel anders verlopen? Nou, dat heeft mij natuurlijk ook bezig gehouden toen en dat is eigenlijk de reden geweest waarom ik ook uiteindelijk uh, dit bedrijf ben gestart in Satera. Um, Na nou, de eerste keer dacht ik: ik heb mijn lesje geleerd, een beetje mm. minder dit, een beetje minder dat. Mm -hmm. Maar als je op overtuigingsniveau niet verandert, dan pas je eigenlijk een paar kunstjes toe en dan doe je wel iets minder en dan neem je vaker rust. Maar ja, zodra je weer de energie voelt val je eigenlijk in al je ja. oude patronen. Ja. Dus je moet echt ook op overtuigingsniveau, patronenniveau, op gedrag... moeten structureel dingen veranderen. En dat kan alleen maar als je denken verandert. En ik heb het heel moeilijk gevonden in die allebei de burn-outs... om goede begeleiding te vinden. Ja. Bij een psycholoog kwam ik terecht, ja, dat was heel cognitief... en dacht ik, ja, weet je, het inzicht heb ik wel... maar het veranderen is lastig. En uh, ik ging overal een soort van shoppen. Dus ik ging naar een aptenoom om meer te voelen en aan mijn lijf te werken ademhalingstherapie deed ik, ik ging yoga doen om te ontspannen, overal haalde ik iets. Maar ja, uiteindelijk moest ik het zelf maar uh, zien voor me ja. te krijgen van wat werkt nou? En na die tweede burn-out dacht ik, hier wil ik wat mee. Um, en toen ben ik opleidingen gaan volgen, coachingsopleidingen. We gaan verdiepen in, hè, hoe werkt nou eigenlijk een burn-out? Wat gebeurt er? Wat zijn de oorzaken van burn-out? Toen ben ik gestart, een aantal jaren ja. voor mezelf. En uiteindelijk kreeg ik vragen van, hoe werk je ook landelijk? En toen dacht ik, ja, hoe mooi is het als we de manier van werken die wij hebben ontwikkeld eigenlijk overal in Nederland voor iedereen beschikbaar maken? Ja, nou mooi, want vanuit uh, eigenlijk je. Maar de tweede keer ben pijnpunten... ik dus net zo hard ingestonken ja. als de eerste keer. Omdat ik ja, eigenlijk niet wezenlijk veranderd was en nog steeds niet het werk deed. En dat is ook ja. een hele belangrijke, denk ik, wat bij me paste. Ja. Dus je kernwaarde, hè, wat vind je nou echt belangrijk, waar word je gelukkig van? Mensen kijken altijd naar geld, naar. Nou ja, zeker, als het gelijk op social media ben ik succesvol. Dat is heel erg buitenkant, maar mensen worden over het algemeen blijer van dingen, kernwaarden aan de binnenkant. Verbinding hebben met mensen iets voor iemand mm. kunnen betekenen. Ja. Uh, vrijheid. Uh, dat zijn dingen waar zeker. mensen e echt blij van worden. Ja. En dat hou je veel langer vol. Ja, dat, dat was toevallig laatst. We zitten nu midden in een tijd dat we bij de wereld draait door natuurlijk uh, het nieuws naar buiten kwam over redacteuren die uh, allemaal in burn-out zijn geschoten door. Ja. Het hele werkklimaat daar. En toen, ging, toen hoorde ik ook weer allemaal verhalen van mensen van, dit zijn mensen die heel hard willen werken, want het is werk wat ze heel leuk vinden, maar als de sfeer onveilig wordt, dan schiet je in een burn-out. Dat het niet komt door de uren die je werkt of door... De, de, door uh, hè, sommige mensen kunnen 60, 70 uur in de week werken. Zeker niet iedereen. Ik ben er <laughs> geen van, maar die mensen bestaan. Um, maar dan is het inderdaad belangrijk dat het wel werkt is wat jouw energie geeft. Wat, wat positief iets met jou doet. Uh... Nee, ik, ik, om even aan te pakken bij het verhaal over uh, de wereld door. Wij geven ook preventietrainingen in bedrijven. Mm -hmm. En jij zegt het, denk ik, heel terecht. Alleen werkdruk. Sommige mensen kunnen heel goed 60, 70 uur werken. Als het werk je energie geeft. En als je ook daarnaast nog wel je uitlaatklep hebt. Kun je het heel lang volhouden. Maar wij vergelijken het altijd met een ijsberg. En iedereen richt zich dan op werkdruk. Het aantal uren dat je mm -hmm. werkt, het aantal dossiers dat je moet verwerken, ja. et cetera. Maar de onderkant, wat onder water zit, dat zie je eigenlijk niet. En dat heeft te maken met intrinsieke motivatie van mensen. Doe je wel het werk wat je leuk vindt, wat je zet. Ja. Maar ook is het veilig, um, kun je je kwetsbaar opstellen in het bedrijf? Um, maak je elkaar niet soort van gek. Hè? Dat Mijn collega ja. gaat pas om zeven uur naar huis. S avonds, ja, dan kan ik niet eerder yeah, vertrekken. Yeah. Dus met elkaar bepaal je ook de cultuur van het bedrijf. En, en dat soort dingen zie je niet, maar die zijn eigenlijk, wat jij terecht zegt, veel belangrijker dan alleen maar de werkdruk. Ja. Ik sprak laatst um, een dame en die zei van, ik heb wel stress en werkdruk, maar omdat ik weet dat mijn collega's op ieder moment bij kunnen springen uh, en ik het aan kan geven is er eigenlijk redelijk goed mee te dealen. Ja. Als ze dat niet zou hebben, als ze zich daar niet vrij zou voelen en ze heeft het idee dat ze het alleen moet doen, dan gaat ze uitvallen. Dat is bij mij het geval geweest. Um, ik werk 10 uur per dag, nou wel 40 uur verdeeld in vier dagen. Ja. Uh, ik heb laatste periode toen ook echt gewoon 13 uur, 14 uur gewerkt. Uh, Sommige collega's die gingen gewoon stipt om half zes naar huis. En Larissa, Larissa bleef om tien uur s'avonds nog even ja. de laatste dingetjes wegwerken. En het was ook meer de drang voor mezelf. Want ik dacht van als ik de volgende dag weer moet beginnen, zit ik weer in hetzelfde ja. gebeuren. Dan moet ik weer alles oplossen. Dan stapelt zich weer op. Ja. En er was toen niemand, want hè, ik, ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment een collega zegt: hé, hey, Laris um, je zit je zat gisteravond ook al tot tien uur s'avonds hier, moet je niet gewoon even lekker naar huis. Nee, um, dat deden ze dus niet. Nee. Um, ik had ook het gevoel dat, uh, na de hand, ook dat ze dachten van, oh Larissa doet het wel. Die blijft tot tien uur 's avonds. Uh, voor mij beter. Alles is uh, opgelost, geordend. En ik kan dan de volgende dag met een schoonheid beginnen. Ja. Maar het werk houdt gewoon niet op. Dus ik was tot tien uur 's avonds alles aan het wegwerken. Toen dacht ik, nou, ik moet nog vijf dingetjes doen. Komt de volgende dag wel. De volgende dag komen we weer. Uh, andere problemen. Dus het stapelt ja. zich op. En waardoor ik ook gefrustreerd raakte. Ik zei van, ja, waarom kunnen jullie dan niet uh, mij helpen eigenlijk? Want dan, je hebt dus wel eerder om hulp gevraagd binnen het bedrijf. Uh, niet misschien direct. Maar ik denk wel aan uh, gedrag, et cetera. Dat je er wel ja. op aan kon merken van, hey, ze heeft hulp nodig. En ik heb wel eens gevraagd van... Uh, ja, verdorie, waarom doe je dit dan niet? Uh, ik heb dit ook al gedaan. Het is eigenlijk jouw werk wat ik eigenlijk aan het wegwerken werkwerk, ben. Ja. En ik zeg, en als we allemaal ons ding doen, dan hoef ik ook niet tot laat te, te blijven. Ja. Maar, en iedereen zei ook van, ja, neem nou even de rust. Want het lijkt net alsof het je eigen bedrijf is. Maar ja. dan komt weer een prestatiedrang van, hé, hey, ik kan het wel. Ja. ja, dat uiteindelijk uh, heeft het de kop gekost. Ja. Het zijn eigenlijk allemaal mooie, wat ik net schetste. Ook allemaal mooie eigenschappen die je hebt, die je heel waardevol maakt ja. voor een mm -hmm. werkgever. Zeker. Um, maar die je uiteindelijk ook, dus ook keihard tegen je kunnen werken. Klopt. En voor een werkgever is het natuurlijk ook lastiger. Um, aan de ene kant hebben zij natuurlijk veel werk liggen. Dus als Larissa zou zeggen: ik doe ineens maar de helft. Ja, wat ja. moet er dan met de andere helft ja. van het werk gebeuren? Ja. Um, maar het is ook wel zo dat. En dat merken wij ook wel vaak, dat mensen zeggen... ja, maar ik heb mijn grenzen wel aangegeven. Maar dat een werkgever of een leidinggevende ook zegt... ja, weet je, zo heb ik het ook echt nooit ervaren. Omdat het toch moeilijk is om echt heel duidelijk je grenzen aan te geven. Want jij gaf wel wat signalen, hè, ja. Lisa, maar je, uiteindelijk, je bleef het wel gewoon doen. Ja, mijn werkgever, die zei ook, en de supervisor... Nou, uh, die belde me dan op, want die hadden al het gevoel van, oh, ze zit weer uh, aan het werk uh, als enige op kantoor. Uh, toen zei ik, ja, ik ben nog even de laatste dingen aan het wegwerken. Zij is van, nee, ga dan maar naar huis, want het is gewoon okay. niet goed voor je. Ik zeg, ja, maar wie moet het dan oplossen? Ja, ja dat doen jullie samen. Ik zeg, samen, ik ja. ken het woord samen nu even niet, omdat het gevoel is dat ik alles in mijn eentje moet oplossen. Ja. Maar dus de werkgever die. Had het ook wel gezien, ook dat het wat berg ging bij mij. Denk ik, omdat ik ja verschillende dingen tonen. Uh, dus prikkelbaar, um, heel erg emotioneel, dan kon ik heel erg um, agressief worden of verdrietig. Ja. Dat soort dingen. En, en denk je dat werkgevers daar. Uh... Beter op kunnen letten of coachen jullie ook werkgevers als je bijvoorbeeld ziet dat in een bepaald bedrijf. meerdere keren mensen uitgevallen, dat jullie voor de zestiende keer daar langskomen. dat je denkt, nou, misschien moeten we eens met de leidinggevende gaan praten. in plaats nou, van met de werknemers. Gelukkig gebeurt dat steeds meer. Werkgevers merken ook dat als zij investeren in preventie. dat het uiteindelijk geld oplevert en. en gelukkigere en fijnere medewerkers. Ja. Um, en dat is wel anders geweest, maar we merken dat steeds meer. Maar ik zei laatst tegen een werkgever waar we binnenkort training gaan geven. Toen zei ik van wanneer heb jij voor het laatst? En dat was een bedrijf en die hebben uh, zijn klein gestart. De directeur was meewerkend voorman eigenlijk. Maar het bedrijf groeide. Hij werd directeur. Um, en ik zei ook tegen hem wanneer heb jij voor het laatst met je medewerkers? Ze werken nu 40 of 50 mensen. Een op één gewoon een uurtje gemaakt om te kijken hoe gaat het met je. En dan verder vragen dan hoe gaat het met je en dan krijg ik het antwoord goed en dan ben je niet klaar? Nee, maar dan begint het pas. Wat gaat er goed? En wat zou je graag anders zien? En um, hij zei, ja, heb ik de afgelopen twee jaar geen tijd ingestopt. Ja. En dat wil niet zeggen dat ik hetgeen niet belangrijk vind... maar het is er op de een of andere manier niet van gekomen. Ja. Nou, hij gaat nu die, dat rondje maken. Ja, dat is al heel belangrijk voor de cultuur, voor de werkbeleving... en het feit dat mensen zich gehoord gaan voelen. Ja. Mm. Um, maar we leren ook managers herkennen... Uh, de stress signalen die jij je afgeeft, hè, Larissa? Om dat mm -hmm. beter te leren herkennen. En wat kun je daar dan mee ja. doen? En wat kan een werkgever daar dan bijvoorbeeld mee doen? Nou ja, uiteindelijk vind ik wel. Um, een werkgever, jouw werkgever heeft het ook aangegeven, hè? een paar mm -hmm. keer door rustig aan. Uiteindelijk blijf je zelf verantwoordelijk. Um, maar een werkgever kan natuurlijk wel zorgen voor een gezonde, veilige werksfeer. Uh, een mogelijkheid waarin je je kwetsbaar kunt opstellen. Zou iets kunnen doen aan de werkdruk of de werkdrukbeleving. Ja. Um, ik zei net, hè, wij werken altijd met fysieke oefeningen. Uh, ik heb dat een keer gedaan bij management training met werkgevers en dan liet ik de ene manager, gaf ik de opdracht om ballen te gooien naar een andere manager en die andere manager wist voor de rest niks en ik zei voor de rest moet je ook niet zoveel zeggen, maar je gaat gewoon ballen naar hem gooien. Kijk maar wat hij doet. En die ging vangen, maar op een gegeven moment kan hij ze niet meer vangen en dan vallen die ballen. En ja, wat doe je dan? En toen zei die manager, ik uh, zei helemaal maar, uh, fuck, dit is wat wij eigenlijk de hele dag doen aan onze medewerkers. Wij flikkeren maar ballen over de schutting en hopen dat ze ze vangen. Maar, en toen zei ik, hoe zou je dat anders kunnen doen? Ja, ik kan kijken van, joh, kan iemand nog een bal vangen? Ja. En dus met andere woorden, kun jij er nog een klus bij hebben of zit je vol? Ja. En daarover met elkaar in gesprek, maar er geldt ook de verantwoordelijkheid bij de andere kant... In dit geval Larissa, hè, mm. maar medewerkers moet ook zeggen. Hey, maar het is best dat je mij dit in mijn mix schuift. Ja. Maar dat betekent wel dat ik dit niet kan doen. Ja. Of dat dat pas volgende week aan de beurt is. En daarin moet je met elkaar denk ik veel meer het gesprek aan. Van wat welke ruimte is er nog? En dat ja. heb ik ook wel gemist. Eigenlijk het een op één gesprek, maar ook gewoon met het hele team. Um, er was, nou, nou eigenlijk voor mij was er ook een, een goede werknemer in een burn-out terecht gekomen. En toen ik. En nu heb ik dus ook via VIA gehoord dat ze dus ook... Uh, bijvoorbeeld, ik had, wij hadden eigenlijk niet uh, vaste pauzes. Het was ja. eigenlijk, wanneer er de tijd voor was, kon je een broodje eten. Nou, er was dus echt geen tijd. Zelfs in coronatijd, uh, autovuur, je ja, gaat maar natuurlijk door. Het is transport. Dus uh, dat geeft natuurlijk extra werkdruk. En ik klaagde wel van, hé, hey, het lukt niet en dit niet. En de emoties speelden op. Um, zegt ze, ja, het komt wel goed en we gaan wel een gesprek inplannen. Dat werd dus of veel later gedaan of niet. Ja. Uh, dus dat miste ik inderdaad ook, zodat ik wat meer kon aangeven van: hé, hey, uh, dit moet er beter, kunnen we dat als, als team oplossen? Ik denk dat in die twee jaar dat we dat maar twee keer hebben gedaan. Dus ja. dat is uh, veel te weinig. Uh, dus nu heb ik gehoord dat ze wel pauzes hebben, vaste pauzes hebben um, getrokken, et cetera. Dus daar zijn ze nu wel mee bezig. Maar ik heb dat wel echt gemist. Want ja. ik denk wel dat het een stukje zou geweest kunnen zijn um, dat ik het misschien kon of had kunnen voorkomen. Ja. Dat ik in een burn-out terecht zou komen. Het is natuurlijk een klein deel werk. Want het heeft natuurlijk ook met andere ja. factoren te maken. Ja. Ah. Je schetst wel iets belangrijks, denk ik. Autonomie, hè? de manier waarop je je werk kunt vormgeven. Ik geef wel eens het voorbeeld van een callcenter. Als je daar zit, mm -hmm. komen de telefoontjes achter elkaar binnen, en dan ja. kun je niet je eigen tijd indelen. Kun je niet zeggen: nou, maar ik ga nu even buiten een rondje lopen of ja. ik ga nu even sporten. Ja. Terwijl andere mensen hebben heel veel ruimte om hun werk vrij in te delen door thuis te werken mm -hmm. Mm -hmm. en dan te zeggen: nou, ik ga tussenin even met de hond een uur naar buiten en daarna ben ik weer fris en pak ja. ik weer door. Die autonomie, uh, regelvrijheid zeg maar in je werk is wel een belangrijk onderdeel ja, voor de beleving van werkdruk. Ja. Maar ik denk wel, wat er is ook een paar keer zei, de dingen die je meemaakt in je leven, die zorgen ervoor dat je op ja. een bepaalde manier naar jezelf kijkt, onzeker wordt, eh, vindt dat je alles goed moet doen. Dat is uiteindelijk de belangrijkste oorzaak ja. waar mensen in mijn optiek op onderuit gaan. Ja, want ik accepteerde natuurlijk ook van... zo vroeger kan je extra werken. En dan denk je, ja, ik werk al tien uur per dag. Maar nou, vooruit ja. dan maar. Eigenlijk, het is ook een stukje van uh, geaccepteerd worden. Maar je wilt ook lief gevonden worden. Ja. Uh, geaccepteerd willen worden in het team. En, en hoe merk je dan nu? Want nu zit je dan in de burn-out. Hoe dan de rest daar omheen, omheen doet? Want kijk, ik maakte net in de intro ook al een klein grapje over... Mm -hmm. oh, ik zit in een burn-out. Het wordt nu ook heel veel gebruikt. Maar ik denk... En ik heb dat ook wel eens bij iemand zitten, iemand ook zit in een burn-out en ik denk, nou, waarom moet jij in een burn-out zitten? Snap je, dat gebeurt, maar dat, hè? daar betrap ik mezelf dan op. Maar ik denk dat gebeurt ook wel echt, want dat je van buitenaf blikken krijgt als jij in een burn-out zit. Van, ja. Hoe merk je dat jouw ja, dat familie, ik... vrienden, sociale kringen daarmee omgaan? Um, in het begin zei ze van, nou, burn-out, stel je in zo zo, je bent 29 jaar. Ja. Zo, zoveel heb je toch niet zo erg meegemaakt of kunnen meemaken dat je dan daarin terechtkomt. Um, maar er komt natuurlijk veel meer bij kijken. De psycholoog, daar ben ik nu onder behandeling, die zei van: oh, je hebt veel meegemaakt eigenlijk dan een normaal persoon. Ja, ik noem het even normaal persoon, eigenlijk zou moeten meemaken. Dus dat speelt ook een grote rol. En dan heb ik ook een klein voorbeeld op het werk destijds. Um, wilde ik een gesprek aangaan met de manager, hoe ik me voelde. Um, toen was ik eigenlijk al wat minder gaan werken. Eigenlijk was ik eigenwijs en dan heb ik eigenlijk meer gewerkt dan ik eigenlijk mocht doen van de arboarts. Um, dus ik ging een gesprek aan en ik werd gebeld eigenlijk door een collega van ja, waar ben je nou? Dus ik zeg, ja, ik ben in gesprek met een manager. Dus jij denkt maar dat jij boven kan zitten en een gesprek aan kunt gaan terwijl je gewoon aan het werk moet. Ik, dus ik schoot uh, van helemaal vol emoties. Ik zei van ja ik ging huilen. Ik zeg van Ja, maar je weet niet eens uh, waarover ik moet praten met een manager. En toen dacht ik, ja, wat moet ik doen? Nou, ik ga me naar beneden, de anderen helpen. Dus die druk kwam weer en ik kon het gewoon ook niet meer aan. En toen zeiden ze, je stelt je, niet, uh, je, stelt je aan. En je bent gewoon lekker uh, ziek aan het zijn thuis en dan uh, lekker ja. leuk festivaletjes pakken of uh, ja. je eigen ding doen. Ik zeg, dat is niet zo. En toen zeiden ze eigenlijk ook van, kijk, als je een gebroken been hebt een, of een arm, dan kan je dat zien. Maar wat er van binnen inspeelt, dat kan niemand zien. En dat ja. ben jij eigenlijk degene die het wel. Ja. Maar, maar nu met, met vrienden of familie heb je het erover. En hoe, hoe kijken zij daarnaar? Uh, mijn familie die heeft het wel geaccepteerd en die ziet het ook wel, wat het eigenlijk met mij heeft gedaan. Want die hebben eigenlijk het hele traject met mij gevolgd of uh, gezien. Um, ik heb natuurlijk ook wel vrienden die ook wel zien dat ik ben veranderd. Uh, dat het heel veel met mij heeft gedaan. Maar ook wel van, hé, hey, je kan nu toch wel even aan het werk. Je bent al zo lang thuis. Ja. Zie je ook niet dat heel veel leeftijdsgenoten, vrienden, vriendinnen... ook vergelijkbare klachten hebben? Ja, um, ik heb ook wel twee vriendinnen gehad die mij opeens gingen appen van... oh, ik ben moe en uh, ja, ik zie het niet meer zitten. En, en toen dacht ik van, oh, ik herken mezelf erin. Ja, en mijn werk is veel te veel. Toen zei ik, oh, even, even op hold... Je gaat nu even je ding doen, rustig aan. Ja, maar dat kan niet, want ik moet presteren. Ik zeg: Wil je ook in een burn-out terechtkomen? Dan moet je vooral zo doorgaan. Ik zeg: Ik herken het nu, inderdaad. En je ziet ook wel dat ze met zulke klachten bij mij komen. En ook, um, ik heb, ja, ben zelf ook in depressies uh, terechtgekomen. En dat hoor je nu ook vaker vanwege die druk, dat ze denken: van ja, ik krijg geen waardering. Dus wat heeft het allemaal voor nut? En. Um, ja, bij mij is het zo erg geweest met depressies, dat ik echt wel die gedachten had om te denken van, als vandaag klaar is, dan is het ook klaar. Ja. En dat hoor je ook veel van mijn leeftijdsgenoten, dat ze daar ook mee zitten. Wat ik eigenlijk totaal niet had verwacht, want ik zie wel dat ze veel opener naar mij toe zijn. Omdat ja. ze weten van, hé, hey, zij heeft die klachten ook. Dan denk ja, dat wel. is als je jezelf kwetsbaar opstelt hè? En, ja. uh, en dingen vertelt. Dan durven mensen vaak ook pas aan te geven dat zij zelf vergelijkbare nee. klachten hebben. Vaak zie je dat mensen niet zozeer een, echt een depressie hebben... maar als gevolg van de burn-out klachten het niet meer zien zitten, wanhopig worden. Uh, en omdat je weinig kunt, mm -hmm. geen energie hebt nee. en op de bank zit, word je somber. Uh, en dat is één. Maar wat jij ook schetst, is dat jij hebt dingen meegemaakt... die traumatisch klinken, hè, die je in je jeugd ja. hebt meegemaakt. Mm -hmm. Ook die zorgen ervoor dat je... Depressieve klachten of burn-out klachten ontwikkelt. Want je gaat je op een bepaalde manier ontwikkelen. Trauma's worden vaak of niet als zodanig herkend, of wel als zodanig herkend, maar niet goed verwerkt. En dan blijven ze je eigenlijk achtervolgen. Klopt. Um, en daarom is het heel goed dat je ook bij een psycholoog dieper kijkt. Um, want anders dan krijg je oppervlakkige behandeling van je burn-out en daar kom je wel weer uit. Maar dan heb je over een paar jaar heb je hetzelfde. Ja, dat had ik ook uh, in mijn jeugd, natuurlijk jeugdzorg. Um, ja, dan kan je wel over je klachten. En nou, ik was wel jong, dus en ja. ik was ook heel erg gesloten, maar dus ik dacht van nou, ik heb even met hun gesproken, um, ik heb een paar behandelingen gehad, het is, het is wel goed en ik dacht, ik ben er al overheen. Totdat ja, dan maak je weer in je jeugd wat mee en dan uh, in je jongvolwassen jaren, totdat uiteindelijk inderdaad uh, de druppel de emmer doet overlopen. Dus wat ja, jij en zei, dan en dan komt het besef van hé, hey, ik heb het niet eens. Uh, verwerkt, oh, ja. Ja. wat ik vroeg heb meegemaakt. Dus dat is inderdaad wat jij zei. Wij zien het ook steeds meer hoor, dat het niet alleen een simpele burn-out is... maar dat er vaak ook wel dingen uit het verleden... Ja. Uh, nog echt een rol spelen in het ontstaan het is van die, uh, die burn-out. Ja. Yes. Nou, dan gaan we nu ja. uh, door mm -hmm. naar de vragen van onze luisteraar. Mm -hmm. Kijkersvragen van de luisteraar. De eerste vraag komt van Robin, 20 jaar. Een vriend van mij heeft een burn-out en uh, ik, vroeg, uh, ik vroeg mij af of jullie tips hebben. Het kleinste is voor hem te veel en ik vind het soms moeilijk om hem te begrijpen. Hoe kan ik het beste helpen? Ja, dat is een, dat is een hele goede Goeie vraag. Ja. Echt begrijpen, als je het zelf nooit hebt meegemaakt, is heel lastig. Mm -hmm. uh, want je, je snapt echt niet wat iemand voelt. Uh, als je hoofd het niet doet, kijk, moe, ik kreeg ook wel. Dan zeiden de vrienden van ja, maar je, moe, ik ben ook wel eens moe, maar wat dat is dan moe? Ja. zeg nou, ik zeg moe, maar dan keer honderd. Weet je, je kunt bijna niks. Het belangrijkste wat je als denken kunt doen, is er zijn en luisteren. Ja. Um, en misschien dingen uit de handen nemen, zodat iemand uh, meer ruimte krijgt om te herstellen. Maar vooral gewoon een luisterend oor. Maar, echt maar is, het is, heel goed om, is het dan goed om initiatief te tonen? Dat, dat, dat jij als vriend een aantal keer even een berichtje stuurt van, hey, of is dat juist te veel? En moet je het vooral nee, bij de ik ander denk het wel. laten. Ik zou het vooral vragen aan de ander, weet je, wat vind jij fijn? Ja. Uh, wij zien dat met werkgevers ook. En misschien kan Larissa er is een nog beter antwoord op geven. Maar werkgevers zeggen vaak: ja, wij laten mensen met rust. En dan zegt de medewerker, ja, maar ik hoor niks van mijn werkgever. Ja. Of de werkgever zegt, ja, ik hoor maar niks van die medewerker, die zit maar thuis. Ja. Dus je moet gewoon met elkaar in gesprek, dus, van wat vind je fijn en wat, en wat helpt? Dat ja. is wel, daar wil ik wel even op inhaken. Dus dat is inderdaad eigenlijk ook een stukje gewaardeerd voelen, ook uh, met de werkgever. Um, ik zat dus met een burn-out thuis en ik kreeg geen bericht van, hey, gaat het goed? Van, en toen dacht ik van, ik heb zoveel voor je gedaan. Waarom krijg je niet eens één berichtje? Maar je hecht er eigenlijk al superveel waarde aan. één berichtje van hoe gaat het met je. Ja. Dus ik denk wat het best wat hij kan doen, is inderdaad even een, een berichtje sturen in de week. Misschien twee, drie keer van hé, hey, hoe gaat het met je? Kan ik inderdaad wat voor je betekenen? Ook hoe is het maar misschien een simpel boodschapje. Ja. Want daar heb je meestal de kracht ook niet voor. En misschien even langskomen om gewoon een klein gesprekje aan te gaan en daarna weer. Naar huis toe. Want dat ja. denk ik ook wel dat het Weet, ook klinkt, ja. laten weten dat je er dat bent als het nodig is, Dat is ja. denk ik het belangrijkste. Nee. Ja. Dat is vooral. Ja. Dan heb ik nog een vraag van Marjolein 23. Hoe herken ik een burn-out? Ik voel me steeds vaker gestrest en heb laatst zelfs een paniekaanval gehad tijdens de les. Maar het woord burn-out klinkt ook weer zo heftig. Nou, Ik vind dat ze een paniekaanval krijgt. De les vind ik ook best heftig. Ja, ja ik, wat je vaak ziet is dat mensen heel angstig worden omdat de stressniveaus zo in je lijf zitten. Mm -hmm. um, je hartkloppingen kunt krijgen, je gaat ademhalen. Daar je, mensen, sommige mensen krijgen echt paniekaanvallen. Mm -hmm. Dat zijn wel hele serieuze signalen. Ja. Kijk, daar hoort nog wel bij, hey, het kan ook een angststoornis zijn, uh, vermoeidheid. Dat is eigenlijk. Uh, en je niet meer kunnen concentreren, slecht slapen, ja. overprikkeld zijn. Ja. Dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste kenmerken van een burn-out. Dus als ze dat ja. ook heeft, dan zou ik zeker aan de bel trekken. Maar het feit dat je paniekaanvallen krijgt terwijl je die nooit gehad hebt, is wel een belangrijk signaal. Ja. Nou, je had het net al heel even over het verschil tussen een burn-out en een overspannen zijn. Wat is dan het, het daadwerkelijke verschil? Ook misschien een aanpak hoe je, hoe je aan de bel moet trekken. Of Beide. Ja, de de beltrekken zou ik sowieso doen. Ja. Het is dus gewoon even naar je huisarts gaan. Um, of een gesprek met een bedrijfsarts aanvragen als je in uh, dienst ergens bent. Um... Ik ben even je vraag kwijt. Um, als, uh, als je overspannen bent of als je in een oh, burn-out ja, zit. Ja. Wat, wat, hoe. Hè? misschien met een burn-out dat er meer rust of. of, of... Kijk, over het algemeen, als het echt alleen maar gerelateerd is aan omstandigheden. Um, dus of er is privé over gebeurd, een overlijden, extra mantelzorg uh, en je komt zwaar onder druk te staan, of op het werk er vallen twee collega's van je uit terwijl je maar met z'n drie of met z'n vier op een afdeling werkt, ja. um, dan kan het zijn dat je als gevolg daarvan slecht gaat slapen, het, uh, het niet meer kan overzien. Dan is de opbouw relatief kort. En dan is herstel zonder dat je echt begeleiding nodig hebt van een psycholoog of van een, uh, van een coach, zou voldoende kunnen zijn. Um, is er sprake van langdurige roofbouw, eigenlijk op je hele systeem? Ja. Dan heb je echt goede begeleiding nodig. Want dan ja. is het herstel duurt langer, daar heb je hulp bij nodig. Maar je hebt ook echt hulp nodig bij het veranderen van ja. gedrag en van overtuigingen. Maar daar ja. kom je eigenlijk alleen pas achter als je dus echt hulp gaat zoeken en, en naar de oorzaken gaat kijken van wat er is gebeurd. Ja, en ook goed aan je huis het vraag. Heb ik nou echt een burn-out? Het wordt ook aan mij heel vaak gevraagd: heb ik een burn-out? Ben ik overspannen of heb ik een depressie? Ja. ja, weet je, dat vraagt wel wat meer uh, vragen zeg maar, van een specialist... Om, dat, uh, om die diagnose te kunnen stellen. En dat ja. moet een bedrijfsarts eigenlijk doen of een huisarts. Want ik ja. dacht zelf ook eigenlijk dat ik overspannen was... totdat ik inderdaad uh, naar de huisarts ging, psycholoog... moest ik al mijn symptomen aangeven. Dus inderdaad, vermoeidheid, prikkelbaar, um, geen concentratie. Ik moet eerlijk zeggen, nu... Heb ik al een beetje moeite om te concentreren van wat heeft hij nou gevraagd, et cetera. Uh, heel erg moe, dus de vermoeidheid, et cetera. Dus ik herken me daar ook wel. Maar bij jou de aanloop, hè? Bij jou is het voor mij heel duidelijk dat het echt een burn-out is. Ja, het, het was al eigenlijk... Als ik er nu zo over nadenk, denk ik van... Hé, hey, er waren een paar klachten die ik nu heb en die gelinkt zijn aan de burn-out. Die heb ik al een paar jaar van tevoren. kwam het nou, ja. eigenlijk langzaam aan mijn hand. Ja. En het stomme is ook, dat het is een soort glijdende schaal. Heel vaak zeggen mensen: uh, Ja, ik heb wel uh, druk op mijn borst, maar dat heb ik eigenlijk altijd al. Of ja. Uh, ja, hoge hartslag of een hoge ademhaling heb ik eigenlijk altijd al. Wij doen ook uh, ademhalingsoefeningen. En in de eerste sessies laat ik iemand vaak zijn ademhalingen tellen in één minuut. Er ja. zijn mensen gemiddeld die meer dan twintig keer ademhalen in een minuut. Nou, als je gewoon in rust bent, is tussen de zes en negen ademhalingen in een minuut meer dan genoeg. Ja. Adem jij twintig keer in een minuut, dan ben je eigenlijk aan het hardlopen. Ja. Mm -hmm. Nou, als je dat in rust hebt, is het echt niet goed. Nee. Nee, dat klinkt wel heftig. Uh, nog één. Laatste hebben we het al een beetje behandeld. Maar ik denk, we doen het toch nog even mm -hmm. voor de zekerheid. Uh, Justine van 19 uh, die vraagt... Ik ervaar de laatste tijd veel stress. Uh, doordat, ik veel, uh, doordat ik heel druk ben voor mijn studie en mijn werk. Ik heb het gevoel dat ik hier iets mee moet. Waar kan ik allemaal terecht? Ik zal het gewoon uitspreken. Ook gewoon bij je familie. Um, en... Misschien ook met de leraar van hé, hey, ik voel dit opkomen. Ja. Ik voel heel veel stress. Um, weet u misschien wat ik eraan kan doen? Ja. En familieleden, ja, je hebt het misschien zelf niet door. Maar zelfs familieleden hebben heel veel stress mogen ervaren, natuurlijk, in het leven. Dus die kunnen ook wat tips geven. En als het erg zo hoog zit, is ook gewoon ook een Als je ook de klachten hebt, ook een afspraak maken. Inderdaad, met de huisarts, zodat ze dat verder kunnen onderzoeken. Ja. De eerste stap zou voor mij altijd zijn naar de huisarts die een diagnose laat stellen. Maar ook wel um, gewoon zoeken naar een specialist ja. op het gebied van burn-out ja. uh, ja. bij jou in de buurt. En dan gewoon maar eens bellen voor een telefonische intake. Zo ja. werken wij ja. ook altijd. En dan hoor je daar wel of ze je kunnen helpen. Ja of nee, ja. dat ze praktische tips voor je, voor je hebben. En soms als je naar een psycholoog op zoek gaat, dan zijn er vaak lange wachtlijsten. Zeker als je ja. echt bij de GGZ terechtkomt. Ja en um, ja en dat wil je eigenlijk niet want als je klachten hebt en er, je hebt geen adequate begeleiding dan blijven die klachten eigenlijk gewoon bestaan want ja. je, voor jezelf dat omdraaien is eigenlijk heel lastig dus zoek gewoon goede begeleiding maar begin even bij de huisarts ja. nou Heel erg bedankt. Ik vind het weer een waardevol gesprek. Ik wil jullie heel erg bedanken voor al jullie kennis en, uh, en ervaring en openheid over jullie ervaring hiermee. Ik wil Club Next heel erg bedanken dat wij hier elke keer deze podcast kunnen opnemen. En uh, alle luisteraars, ik wil jullie vooral oproepen om ons te liken, te delen, te reageren. Want dan krijgen wij nog groter bereik en zo kunnen wij nog meer mensen bereiken met al onze gesprekken. En hopen wij dat we zoveel mogelijk mensen ook hiermee kunnen inspireren en handvaten kunnen geven... Ik wil jou ook heel veel succes wensen met je Dankjewel. herstel in je burn-out. Ja, Dank je wel. Ja. En uh, tot de volgende uitzending.